Ramadan, oftewel Eid al-Fitr, is vandaag door verschillende moslimorganisaties gevierd. De Ramadan of vastenmaand is vandaag afgesloten. Moslims hebben 30 dagen overdag niet gegeten, gedronken, gerookt of gevreden. Ook in de Nationale Assemblee is stilgestaan bij deze dag. NDP-fractieleider Amzat Abdul feliciteerde de Surinaamse gemeenschap met Eid al-Fitr feest. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin geeft aan dat iedereen meeleeft op deze dag. We weten dat een deel van de gemeenschap het morgen viert, een ander deel woensdag en een ander deel weer donderdag, voorzitter. Heel veel succes toegewenst, heel veel vreugde toegewenst, heel veel liefde toegewenst. Vergeet uw naasten niet, vergeet uw familie niet, voorzitter, uw kennissen niet. Het is een feest waarbij wij alles met elkaar delen. Het is een feest waarbij we elkaar vergeven en vergeten, voorzitter. Laten we dat hoog in het vaandel houden, voorzitter. En ook op woensdag 5 juni hebben we Hindoestaanse immigratie. En we feliciteren de totale Surinaamse gemeenschap ook met de Hindoestaanse immigratie, voorzitter. Ik dank u van harte. Onze broeders en zusters hebben die opofferingen gebracht om die geestelijke verheffing, zoals een van de zuilen van het islam dat aangeeft, voorzitter. Dus veel kracht aan de mensen hebben we toegewenst, maar we zien dat dat tot uiting komt en straks gaan we over tot het Eid. En ik denk dat we die samenleving daarvoor goed feliciteren en especially de moslimbroeders en zusters. In het Frank Esset Stadion heeft de Stichting Islamitische Vereniging in Suriname, SIS, Eid al-Fitr gevierd. Er zijn meer dan 60 moskeeën verbonden aan de SIS. Landelijk is er op 4 locaties tegelijk gebeden. Louis Abu Zaid, ondervoorzitter van de stichting, zegt dat Ramadan heel belangrijk is voor de moslimgemeenschap. Omdat het een training is voor solidariteit, sociaal gevoelens naar de minder bedeelde, de sociaal zwakkere. En qua karakter, in verdraagzaamheid, in zelfbeheersing. Dat, kortom, we moeten hiervan een beter mens gaan worden. In onze handel en wandel. Louis Abu Zaid was dat, ondervoorzitter van de Stichting der Islamitische Vereniging in Suriname. Hij sprak vanmorgen na het Eidgebed in het Frank Esset Stadion. Verschillende moslimorganisaties vieren vandaag het Eidfeest en andere organisaties doen dat morgen.